اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نادى دواي خيسترا هبق سبروك أوفر أن صورت إن ليدي فودة دواي بخبخينا متى تليفة فنونز خليف دا بروفي صلى الله عليه وسلم سيف خاضب فنداخ ذو بخينا متى تبوك دي بهندل زال وردن تيدس ديز اللسة دي دي تبوك إيسا تبوك فلن عثمان الخميس بكين دا خلير دا دي النخ ستيتس ليفت أن هاي هفت أن كورت بكنوبت بوك خسخريفة أوفر دا السيرة فن دا بروفيت صلى الله عليه وسلم دا بيوغرافي فن دا بروفيت صلى الله عليه وسلم أن تيس مكلك سيمبل. En wat hem ook onderscheidt specifiek, is namelijk de manier waarop hoe hij is omgegaan met de verhalen van Sira, van de profeet Islam. Hij heeft nadrukkelijk aangegeven dat hij alleen maar wat authentiek is overgeleverd zal gebruiken. In tegenstelling tot veel boeken van Sira vind je dat er veel verhalen zijn waarvan wat verhalen die niet kloppen. Dus hij heeft geprobeerd om alleen maar datgene wat authentiek is overgeleverd naar voren te brengen. We gaan eerst beginnen met de naam en de afkomst van onze geliefde profeet Islam. Hij is Mohammed, de zoon van Abdullah, de zoon van Abd al-Muttalib, de zoon van Hashim, de zoon van Abd Manaf, de zoon van Qusay, de zoon van Kilab, de zoon van Murra, de zoon van Ka'b, de zoon van Lu'ay, de zoon van Ghalib en de zoon van Fihr. Fihr is eigenlijk Quraysh. Als wij horen, de profeet is Quraysh, dus stamt af van Quraysh. Wie is Quraysh? Dat is deze man Fihr. Maar ze bekend met de naam Quraysh. En vervolgens stamt hij af van Mudar. Mudar stamt ook af van Adnan. Adnan, zoals de geleerden zeggen, is de 21ste grootvader van de profeet Islam. En Adnan stamt af van de profeet Ismaïl. Dat is zeker. En de profeet Ismaïl is de zoon van de profeet Ibrahim. En zo zie je dat de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afstamt van de profeet Ibrahim. In de hadith die overgeleverd is door een imam Muslim, in zijn authentieke boek, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. الله heeft gekozen, heeft كنانة verkozen uit de nakomelingen van إسماعيل. ولد إسماعيل, met ولد hier wordt bedoeld de nakomelingen. En heeft uit de nakomelingen van كنانة Quraysh uitgekozen. Quraysh is Fihr. En heeft uit de nakomelingen van Quraysh Banu Hashim uitgekozen. Stafa betekent gekozen of uitgekozen. En Istafani was Stafani. De profeet praat over zichzelf en heeft mij uitgekozen uit de nakomelingen van Banu Hashim. Dat het woord Stafa in de hadith duidt op dat er wel een bepaalde onderscheiding zit. Dat er een bepaalde uitverkoring in zit.
En dat betekent ook een bepaalde specificatie. En deze specificatie heeft de profeet sallallahu alaihi wasallam ook in zijn afkomst. In de zin dat hij afstamt van de profeet Ibrahim alayhi salam, de vader der profeten. Dus dan gaan we weer verder. De vijfde grootvader van de profeet sallallahu alaihi wasallam heet Abd Manaf. Deze Abd Manaf had vier zonen, zoals de geschiedkundigen hebben overgeleverd. Deze vier zonen zijn Hashim, Al-Muttalib, Abd Shams en Nawfal. Dat zijn vier zonen van de vijfde grote vader van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Dus, en onze profeet stamt af van één van die vier zonen. Namelijk Hashim. Dus zijn vijfde grootvader is Abd Manaf. Abd Manaf had vier zonen. De profeet stamt af van Hashim. Hashim is een bijnaam. Zijn echte naam is Amr. En hij werd Hashim genoemd, omdat hij eigenlijk brood ging snijden en geven aan de bedevaartgangers. De bedevaart bestond vanaf de tijd van de profeet Ibrahim, voor de komst van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. En deze man was heel erg gul en vrijgevig. En gaf eten aan de pilgrims of de bedevaartgangers. Deze man die Hashim heet, of een bijnaam heeft gekregen, Hashim, is de iemand die dus brood en vlees aan de bedevaartgangers ging geven. En in de poëzie, het poëziestuk, staat Amr alladhi hasham al-tharida liqawmihi. Hasham al-tharida, hij ging dus brood, zeg maar, maken en in klein stukjes snijden, met vlees geven aan de bedevaartgangers. En hij is ook de eerste die begonnen was met de reis van Mekka naar Sham, het gebied Syrië en omgeving. In de Koran lezen we het woord van Allah tabaraka wa ta'ala li ilafi Quraysh. Ilafihim rihlat al-shita'i was-sayf. Allah tabaraka wa ta'ala praat in deze verse over dat Quraysh, nu weten we dat Quraysh ver is en alles wat van hem afstamt is een Qurashi. Dus Quraysh, dus al die stammen die afstammen van Fihr, worden Quraysh genoemd. Omdat ze afstammen van Fihr. Deze stammen die afstammen van Quraysh gingen twee keer per jaar een reis afleggen richting Sham. Om te handelen. En dat is één keer in de winter en één keer in de zomer. En dat lezen we in de Koran. Rihla tashita'i was-saif. Rihla is een reis. Shita is de winter. Saif is de zomer. Hashim is degene die is begonnen met deze sunnah. Manier. Dat ze dus twee keer per jaar naar Sham gaan. Ze nemen spullen mee, ze verkopen het daar. En ze kopen spullen van daar en ze komen daarmee terug naar Mekka. Deze twee reizen die de Quraysieten of de stammen
die afstammen van Quraysh gingen afleggen, hij is degene die daarmee begonnen. وأولاد هاشم, هاشم heeft ook kinderen. أولاد هاشم عبد المطلب وأسد وعمر ونضلة. إذن أولاد هاشم بأب عبد المطلب بأب أسد عمر النضلة. هاشم heeft ook kinderen, net als عبد مناف. En een van zijn kinderen is Abd al-Muttalib. Want als wij nu kijken naar de afstamming van de profeet, dan is hij Mohammed, de zoon van Abdullah, de zoon van Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib is een bijnaam. Is een bijnaam. Is niet de echte naam van de opa van de profeet, sallallahu alaihi wasallam. Hij is wel daarmee bekend. Altijd zeggen wij Mohammed, de zoon van Abdullah, de zoon van Abd al-Muttalib. Maar deze Abd al-Muttalib is een bijnaam. Hij heeft een ander naam, een echte naam, zijn naam. Wasmuhu, zijn echte naam is Shaybatul Hamd. Dus de naam, de echte naam van de opa van de profeet sallallahu alaihi wasallam is Shaybatul Hamd. Waarom wordt hij de Abd al-Muttalib genoemd? Ik ga het even in het Nederlands even duidelijk maken. We zijn aan het vertellen over de opa van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Auladu Hashim, deze Hashim waar we het net over hadden, heeft ook kinderen. Een van zijn kinderen, Abd al-Muttalib, een Asad, een Amr, een Nadla. Alleen ik wil stilstaan bij Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib is de opa van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij is Mohammed, de zoon van Abdullah, de zoon van Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib is een bijnaam. Zijn echte naam, of de echte naam van de opa van de profeet is Shaybatul Hamd. Dat is zijn echte naam. Maar je hoort nooit iemand zeggen, hij is de zoon van Abdullah, de zoon van Shaybatul Hamd. Je hoort alleen de zoon van Abdullah, de zoon van Abd al-Muttalib. Dat is wat wij horen. Als wij lezen in de sira van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Nu is de vraag, hoe komt dat dat deze naam Shaybatul Hamd totaal onbekend is? En waarom heeft hij deze bijnaam gekregen? Abd al-Muttalib, de opa van de profeet sallallahu alaihi wasallam, was bij zijn ooms in Bani Nazar. Bani Nazar waren in Yathrib. De Yathrib is de oude benaming van Medina. Dus toen zijn vader overleed, was hij dus daar in Yathrib. Zijn vader is Hashim. En Hashim was getrouwd van de familie van die afstamt van Bani Nazar. Toen zijn oom al-Muttalib naar Yathrib is gegaan om hem te halen, kwam hij met hem mee naar Mekka. Want Abd al-Muttalib, dus Shaybat al-Hamd, was bij zijn familie in Yathrib, in Medina, bij zijn ooms, toen zijn vader overleed, dus hij is hem gaan halen. Zijn vader was overleden. Toen hij in Mekka kwam, dachten de mensen van Mekka dat hij een slaaf is, die gekocht is door al-Muttalib. Dus ze riepen hem Abd al-Muttalib, de slaaf van al-Muttalib.
Hij zei, nee, dat is niet mijn slaaf, dat is mijn neefje. Maar iedereen riep hem Abdul Muttalib. En zo bleef deze naam de meest bekende naam van de opa van de profeet Salaam, die in essentie Shaybatul Hamd heet. Dit is wel eigenlijk een verhaal die wel belangrijk om nu te benoemen, aangezien wij bezig zijn met de afstamming van onze geliefde profeet Salaam. En vooral omdat iedereen zegt hoe Mohammed bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib is dus de opa van de profeet Salaam. En zijn naam is Shaybatul Hamd. En hij is hiermee bekend. Iedereen roept hem, maar het is wel goed om deze informatie te geven over de achtergrond van onze geliefde profeet Salaam. Belangrijke gebeurtenissen die plaats hebben gevonden in het leven van Abdul Muttalib, die benoemingswaardig zijn. Als het gaat om de sira van onze geliefde profeet Salaam, deze zullen we inshallah morgen behandelen. As Allah tabaraka wa ta'ala an yafa'ana wa iyyakum bima 'allamana wa an yazidana wa iyyakum 'ilman wa 'amalan wa ikhlasa innahu waliyyu dhalika kullihi wal qadiru 'alayhi walhamdulillahi rabbil 'alamin wa la taj'alna min al aisin wa la taj'alna min al matrudin Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al 'alim.